Ja, nou, welkom allemaal. Dit is Malta. En dit is ons nieuwe huis. Daarin zit de garage, daar komen we straks nog op terug. Ik zal jullie even meenemen op een kleine tour. Hier zit je aan de voorkant. Dat zit je aan de zijkant. Het spreekt allemaal een beetje voor zich. De tuintafel kon nog net in de container. Het scheelde allemaal niet veel. Komen we hier binnen. We worden goed bewaakt. Komt allemaal goed. Nou, jullie zien al wel wat accessoires, veel al rooskleurig. Ja, een wc. Dat heeft iets te maken met de mevrouw die hier samen met mij gaat wonen. Hoi, Lianne. Gang, even kijken. Nou, dan hebben we hier een dubbele woonkamer. De container is net uitgepakt, dus het is één grote teringzooi. Geeft helemaal niks. Openslaande ramen, nou dat zit je aan de voorkant. Hartstikke goed. Lopen we rond, kijk, hele mooie details. Ja, leuk. Even kijken, krijgen we hier de keuken. Ook nog een rotzooi. Die keuken is net erin gebouwd eigenlijk. Is maar een jaar gebruikt of zo. Gaan wij nu verder de vruchten van plukken. Kan ik jullie meenemen naar de achterkant. Koken doen we op gas. Daar staan de gasflessen. En stoken doen we op petroleum. Hier is de petroleumtank. Kunnen we zo even hier langs naar de achtertuin. Dit is een sinaasappelboom en een mandarijnenboom. Als we goed kijken, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zien ze daar nog hangen? Ja, ja. Trappetje af. Dan komen we dus in de achtertuin. Die is een soort van verdiept. Als ik hier dan zit te barbecuen, dan kan ik nog eens een beetje schreeuwen. En hebben de buren niet meteen heel veel last van. Ja, in de hoek zit een waterput. Leuk. Ook hier geldt dat er redelijk goed zitten qua bescherming. 97% van het eiland is katholiek. Dus ik denk niet dat wij daarbij heel erg uit de toon vallen. Overal is het de losse airco units, die schijnen we in de zomer extreem hard nodig te hebben. Nou, dit wordt hobbyruimte. Vieze ruimte, zeg maar. Knutselen, slijpen, schuren, schilderen. Hier weten we niet. Schone werkkamer, misschien een naaikamer voor die handen. Hier nog een badkamertje en een kast. Die zullen we allemaal niet echt vaak gebruiken, want dit soort dingen hebben we boven ook al. Beetje overdreven luxe allemaal dus. Hier is de garage, die deur zagen we net. Die inrit kan ik niet echt gebruiken, dan loopt de bodem van mijn auto op de grond. Fiets en nog spullen voor de opslag. Oké, gaan we even terug naar boven in de sneltreinvaart. Zijn we weer. Schieten we omhoog over die inmiddels al gekleurde trap. Komen we op de bovenverdieping. Mooie hoge plafonds. Nou, hier moet het allemaal gebeuren. Op financieel vlak natuurlijk. De computer die draait al. De bureaus worden nog neergezet. Ah, die staat daar al. Kunnen we nog wat verdienen. Dit wordt zogezegd de schoenenkamer. Waarom hoef ik jullie niet te vertellen. Allemaal inbouwkasten. Opmaaktafel. Nou, spreekt op zich wel voor zich dat ik niet heel veel in die kamer zou komen. Deze kamer des te meer. Dat is ons nieuwe bed. Dat komt daar te staan met die matrassen. Ook hier heel veel inbouwkasten. Ja, de nieuwe lamp die hangt al. Badkamer. Ja, ik was net de wc aan het afstellen. Ging niet helemaal goed. Dus er is één doos even gesneuveld. Als dat nat wordt karton, dan schijnt het toch een beetje minder sterk te worden. Heel raar. Kunnen we nog één stapje omhoog. Deze trap is nog niet zo mooi. Wordt misschien nog wat aan gedaan. Wasmachine. Ben ik even aan het schoonmaken. Gastenverblijf. Met ook weer zo'n losse airco. Even kijken. Eigen badkamertje. Op zich een nette badkamer. Is natuurlijk vrij simpel allemaal. Dat is ook prima. Oh, kijk eens aan. Kale. Nou, dan kunnen we hier nog naar buiten lopen. En is dat even leuk. Daar zit al een schotel op het dak. Dus we gaan Nederlandse televisie krijgen. Dat is wel fijn. En hier is het. Malta. Nou, hier zijn ze aan het bouwen. Er komen wat appartementjes. Dat is prima. Daar hebben wij niet zoveel last van. Er komen misschien nog winkeltjes in de buurt. En als je daar achter kijkt, achter die gebouwen, dan zien we daar de zee. 5 minuten lopen.
Dus we zullen regelmatig komen. Nou, ik hoop dat jullie het mooi vonden. Bedankt. Doeg!